Hi allemaal, vandaag weer een nieuwe video voor jullie in een fucking lange tijd alweer. Oh my god, het gaat echt niet goed. Maar oké, dit keer wil ik echt verder gaan. Ook al is het examenjaar, heb ik heel weinig tijd. Ik wil gewoon verder gaan, want ik vond het gewoon echt leuk om bezig te zijn met YouTube. Dat vond ik gewoon, ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon echt heel leuk. 2 jaar geleden was ik helemaal ermee bezig. Elke week gewoon een video, abonnees bleven maar komen. En toen ben ik gestopt en toen was het, ja. Ik wil dus waarom doe ik de hele tijd? Oké, ik wil dus niet opnieuw beginnen, maar verder gaan. Wat kan nou beter verder gaan dan met een Q&A, zodat jullie iets meer weer over mij weten. Mijn neus, ik heb gebroken neus gehad deze week en vandaag is eindelijk het verband en gips eraf gegaan. Heb ik gelijk helemaal dikke make-up op gedaan, dus een beetje... Van, ja, je hebt veel make-up op. Ja, weet ik, want dat vond ik leuk. En als jullie storytime video daarvan willen, dan moet jullie eventjes hieronder reageren. Maar ja, ik ga dus Q&A doen onder deze foto. En mijn Insta is mk.xm, dus als je me wil volgen, doe dat vooral. Laat je niet tegenhouden. Ik ga ook de Insta-namen erbij zeggen, dus ja. Oké, Desley VZ, _... Zeg, wat doe je allemaal in je vrije tijd? In mijn vrije tijd ga ik meestal chillen met vrienden. En als ik thuis ben, dan zit ik de hele dag achter mijn telefoon, Insta, WhatsApp. Soms Minecraft op de computer. En ik wil in mijn vrije tijd wil ik meer gaan opnemen voor YouTube. Dus ja. Yeah. Bjorn, _053, vraagt. Wat is het mooiste wat je is overkomen? Het mooiste dat me is overkomen, dat hou ik eventjes voor me. Dan kies ik even iets anders uit. Het mooiste dat me is overkomen, weet niet. Ik vind het gewoon al bijzonder dat ik gewoon hier ben. En dat ik gewoon vrienden heb waarmee ik omga. En mensen die ik kan vertrouwen, dat vind ik gewoon al... Gewoon ja, het mooiste wat me is overkomen, mijn vrienden. Mijn familie. Lau XX0 zegt, probeer zoveel mogelijk spekjes in je mond te douwen. Nee, dat kan nu even niet. Ik heb geen spekjes, dus dat doe ik wel een andere keer. Nookie, _G, zegt, maak jezelf af zonder spiegels. Ik heb hem al opgemaakt. Dat wil ik niet. Shani Power vraagt, waarom besloot je verder te gaan? Dat heb ik in het begin al uitgelegd. Ik vond het echt heel leuk om video's te maken voor YouTube. En toen ben ik opeens gestopt. En ik weet nog steeds niet waarom. Ja, omdat ik geen tijd had en er niet aan dacht. En omdat ik... niet goed kon editen omdat ik niet blij ben met de beeldkwaliteit van deze camera. En ja, eigenlijk moet dat me niet tegenhouden, moet ik gewoon doorzetten. Ik had vorig jaar of 1,5 jaar geleden gezegd, ja, ik ga nooit stoppen met YouTube, nog langer niet. Bitch, please. Ik ben al 5 keer gestopt of zo. Er was de 21 vraagt, wat zou je willen terugdraaien, mag alles zijn. Ja, ik zou willen terugdraaien naar... 15 september 2015, toen ik met jou kreeg, zou ik willen terugdraaien dat het niet zo... Nee, grapje. Ik vond het wel een leuke relatie die we hadden, maar ik weet niet wat ik zou willen terugdraaien. Ik ben wel blij met hoe alles is verlopen en hoe alles is gegaan. Gewoon, _ Jarno vraagt, waarom begin je met YouTube? Ik begin niet met YouTube. Ik ga verder. Ja? Ja. Emma vraagt, wat vind je mooi aan jezelf en wat minder? Wat ik mooi aan mezelf vind? Eigenlijk... Ja, gewoon mijn lichaam, mijn lengte en... Ik ben niet te dun, ik ben niet te dik. Ik vind het gewoon precies goed eigenlijk. En wat ik minder mooi aan mezelf vind... Is... Eng mijn wimpers en mijn wenkbrauwen. Kijk, als ik geen spul op heb, dan is het gewoon zo'n blond als me wat en dan zie ik er niet uit. Ik bedoel, daarom draag ik dus make-up.
Jidde.smx vraagt: wat is iets wat je sowieso nog een keer wilt doen in je leven? Op vakantie gaan met vrienden en hopelijk gaat het ook gebeuren dit jaar. We hebben wel plannen gemaakt, maar ja, wie weet. Straks gebeurt het helemaal niet en het zal echt teleurstellend zijn. Maar ja, op vakantie gaan met vrienden lijkt me gewoon superleuk. x-eva.thijs-x vraagt: ga je verder met YouTube? Ja. Laatstreven Just Chris 13 vraagt: wat zijn je hobby's? Zingen, appen, eten, slapen en afspreken met vrienden. Wat zou je ooit met je vriendinnen willen doen? Op vakantie gaan. Misschien een dagje uit naar een andere stad, ander land. Gewoon shoppen en zo. Dat wil ik nog wel een keer doen. Het slechtste dat je ooit hebt gedaan. Vreemd gaan. Hoe sta je in het leven? Helemaal toppie. Hoe kijk je in de toekomst? Ik wil niet naar de toekomst kijken, want elke keer als ik mijn toekomst vorm in mijn ogen, dan wordt het weer geruïneerd. En dan is het niet zoals ik het had verwacht en dan ben ik alleen maar teleurgesteld. Dus ik laat het gewoon op me afkomen en ga altijd van het slechtste uit. Want als je van het goede uitgaat, dan als het niet zo is, dan ben je alleen maar teleurgesteld in jezelf. Dus ja, Laura zegt: wat zou je ooit in je leven nog willen doen? Geen idee. Anouk vraagt: denk je dat je groot wordt op YouTube? Nee. Ik houd gewoon bij het kanaaltje. Ik doe dit voor lol. Ik doe dit niet om groter te worden. Ik doe dit gewoon voor mezelf en omdat ik er zelf plezier aan heb. Laura vraagt weer, wie zou je ooit nog een keer willen ontmoeten? Liza Koshy. Zij maakt fucking leuke filmpjes op YouTube. En ze doet ook Vines. Nou, date, want Vines is rip. En Musical.ly's. Haar wil ik nog wel een keer ontmoeten, want zij is echt gewoon net zo'n debiel als ik. Alleen dan nog erger, dat bestaat. Dat waren de vragen eigenlijk wel. Dat ging best wel snel. En ja, straks als ik dit terugkijk, denk ik echt van: oh shit, dit is best wel lang en best wel veel. En nu denk ik echt van: weinig. Heel weinig vragen. Dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie het leuk vinden dat ik verder ga met YouTube. En laat vooral een reactie achter. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!